Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal met ze. En vandaag gaan we weer een nieuwe auto tunen. Maar voordat ik die ga uitleggen, in ieder geval allemaal bedankt voor de support. Want de laatste paar maanden hebben we echt gegrind op YouTube, maar daar worden we ook echt heel goed voor beloond. We hebben ondertussen 217 nominees volgens mij. Dus dat is natuurlijk echt gewoon, ja, echt onmogelijk gewoon voelt, zeg maar gewoon. Ik weet natuurlijk dat het niet heel veel is, maar weet je. Voor mij doen is het eigenlijk wel veel. Maar de enige echte auto die we gaan tunen is als je internet opent. En we wachten even tot hij stopt met vasthangen. Vervolgens gaan wij naar even kijken, is er niet bij. Gaan we naar Travel Transport en dan naar Benny's. Ik voel hem al een beetje aankomen. Dit is namelijk de nieuwe BF Weevil. Die kun je ook tunen. Zoals je al zag. Ik heb al een paar races ermee gedaan, dus ik weet ook hoe die eruit komt te zien. Maar we gaan hem nu dus ook tunen. Ik ben benieuwd hoe je hem kan tunen precies. Vraag me ook niet meer waarom ik hier groene koplampen op heb staan. Maar hij kost dus 300.000 nu, anders is het 600.000. Ik ben ook benieuwd hoeveel het kost als je hem wil upgraden. Het zal niet heel goedkoop zijn, geloof ik. Als ik mensen moet geloven, is het een van de snelste auto's in de game. Dat denk ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk is het gewoon echt een dikke taboe. We gaan het zien. We gaan hem even opbellen. Dan gaan we naar de mechanic. You're through to your garage. Dan gaan we naar... need me to bring you a ride? Ja. Agency, als het goed is. Kijk, staat hij helemaal bovenaan. Do what you feel. I'll get there as soon as I can. Hallo mevrouw. En jij staat hier. We hebben deze in het verleden ook al een keer getuned. Alleen toen was hij natuurlijk nog gewoon normaal. En nu is het echt een sloom ding. Vraag me ook af wat hij dadelijk ook nog steeds tot de compact categorie behoort. Dus ik denk namelijk dat hij muscle gaat worden. We gaan het zien. Tell me what you want. Ik ben benieuwd hoe je hem sowieso aan kan passen. Het is natuurlijk wel hoe die wordt na het tunen. Oké, 900.000. Kijk, daar is hij hoor. Bumpers. Ik ga trouwens eigenlijk ook nog even de brakes erop gooien, want die zijn echt slecht van deze auto. Dus mocht je deze auto zelf willen tunen, doe dat ook zeer zeker. Ik wil eigenlijk wel een boerbarge, of vind ik eigenlijk wel gaaf. Alleen niet zo eentje, maar gewoon eentje die open is, zeg maar. Die hebben ze alleen niet, oké. Okay. Ik maak wel chrome dan. Vind ik namelijk wel heel clean. Zijn even uitlaten. Oh, die zijn echt heel lelijk. Oké, dit is... ja. Is dat een antennetje? Ja, ik vind dit echt heel lelijk. Ik ga me wel gewoon ophouden. Braces ernaast doe ik wel. Chassis! Taillight cover. Kunnen we dus de hele koplamp aanpassen. Oh, ja. Oké, okay, dat is wel heel grappig. Wordt de hele voorkant helemaal clean, zeg maar. Ja, dat is wel leuk. Dit is vast een filmlamp, zeg maar. Daar lijkt het tenminste op. Zoals met een kleurtje, of niet? Er staat blue en zo, dus ik denk ook wel dat die... oh. Ik ga wachten, jongens, met de koplamp. We kunnen ook zo zien ook de achterkant aanpassen. Met de voorlamp wacht nog even. Ik weet namelijk niet welke kleur ik de auto precies wil gaan maken. En ja, dit is wel allemaal heel erg lelijk. Laten we gaan voor de LED brake lights. Engine upgraden, brakes upgraden, uitlaat. Als wij hier een dikke, vette, sappige pup onder kunnen zetten, zou dat toch wel echt gewoon geweldig zijn. We gaan het zien. Hij komt zo wat lager aan de grond. Oké, ja. 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 Nee. Pupjes worden iets groter. Ik wil gewoon wat groot. Ik wil gewoon, het liefst wil ik gewoon twee dikke vette pupen aan de zijkant. En dus niet dit. Wat de... oh, ja, 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 ja. Oké, dit gaan we er sowieso niet op gooien. Zo'n adventure kit. Toeter.
Krijgen we dan ook een... Oh, dat kan ik net niet horen. Deflector, waar komt die? Oh, dat komt in het midden. Ook weer kleurtjes in de deflectoren. Hoe chain. Even kijken. Dit is op zich wel grappig. Ik weet alleen niet wat je eraan hebt. Gooi het gewoon op. En dan de motorkap zelf nog. Kunnen we van kleur aanpassen. Extra koplampen. Oeh. Nee. Nee, ik vind het echt heel lelijk. Ik ga denk ik voor die forklights. Die vond ik namelijk wel leuk. Dan gaan we ook een truck gewoon. Want die standaard toeter vind ik echt niks. Zo! Je kunt gewoon metalen stoelen hierin zetten. Dat is wel leuk. Is dit voor... Wat zijn dit voor stoelen? Ah, je kunt... Nee, joh! Je kunt gewoon... Pakkrukjes erin zetten! Nou, ik ga die standaard laten, jongens. Want dat is echt zo ontzettend lelijk. Die gaan we ook niet doen. Die zet ik ook nooit op. Deur ga ik ook nooit aanpassen. Ook dat niet. En roll cage. Gaan we hier erin zetten? Nee. Lampies. Nee, joh, kit. Moet er eigenlijk wel onder, maar dat doe ik zo wel. Oké. Okay. We zijn trouwens aangekomen bij de deliveries. Paarse vlammetjes. Rode vlammetjes. Zagen we net ook al. Ja, nu komen we alleen maar... Oh, nee. Oké. Okay. Evil Weevil. Oh, dat is ook wel gaaf. Ja, dit is dan... Nee, dit is allemaal te hippie... achtig. Oh, nee. Sowieso is die echt super clean. Ik ga er alleen nog even niet voor. Wederom, omdat ik er even moet gaan kijken hoe het zit met de kleur. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Van die hele... Van die hele... Oude... Ja, ik weet niet precies hoe je het wil zeggen. Oh, wat? Dat is wel leuk. Ik heb nooit gezien, joh. Ornaments. Dat zullen we hierop zetten. Niet de logo, dat is te saai. Ik vind het zo eigenlijk wel grappig. Gewoon een skull erop. Yellow and black natuurlijk. Kleur doen we dadelijk. Het dakkie. Ja, ik wou net zeggen, als je hier geen surfplank op kan gooien, dan verkoop ik hem ook gewoon gelijk. Ik wil er ook eigenlijk gewoon wel een surfplank op leggen. Oeh! Nee. Ik vind dat super vet. Maar ik vind het surfplankje toch eigenlijk wel een stukje mooier. Nee. Ik ga er gewoon voor. Weet je waarom, jongens? Weten jullie waarom ik hiervoor ga? Ik zat namelijk te kijken, maar dan moet ik dus voor dit gaan. Voor zoiets. Alleen als ik bijvoorbeeld deze pak, dan valt de hele bovenkant van het dak weg. Ze hebben er helemaal niks meer aan. Dus we gaan er gewoon hiervoor. Dat is echt zo'n pester uit de jaren 80 ziet het nou gewoon uit. Met die dingetjes op het dak. Nou, of roadkit. Je kunt er dus ook gewoon een hele rallyauto van maken, maar dat ga ik echt niet doen. Laat hem gewoon chrome maken. Sunstrippy. Dan zie je helemaal geen reet meer. Oh, dat valt er wel zo. Je ziet precies. Oh, hij is alleen een ander kleurtje volgens mij. Nee. Ook. Waarschijnlijk hebben ze het first person niet aangepast. Wat heb je hier nou weer aan? Oh, dat is rood glas. Ik snap niet wat je met dat glas kan, maar goed. Drill, dat gaan we sowieso. Oh, dat was het ook gewoon. Nee, ik denk dat ik er voor geen heen ga. Oh nee. Jongens, we gaan gewoon vanaf onderaan beginnen. Dit, nee, maar dan... Ja, die jongens. Kijk, dit... Oké. Okay. Dan wil ik misschien... Ja, ik ga daar gewoon voor. Maar jongen, als je dit erop zet, dan ben je toch echt wel de grootste kneus die je kent. 12k. Suspensie. Dat... Oké. Maar ik wil eigenlijk... Ik wil hem wel laag aan de grond zetten. Ik wil alleen niet hebben dat die... Die wielen naar zo gaan staan. Maar op zich maakt niet heel veel uit. Dat is missie erin. Turbotje erin. Wielen. Standaard wielen zijn super mooi. Dan is gelijk mijn vraag. Als ik de kleur aanpas. Blijven dan de wielen ook. De wielenkleur mee. Dan gaan we geen nieuwe wielen pakken. Jongens, dan gaan we geen nieuwe wielen pakken. Wielen natuurlijk gewoon zwart maken.
We gaan geen nieuwe wielen pakken. Ik wil eigenlijk gaan voor die vlammetjes. En ik zie ook gelijk dat de secundaire color het meeste aanpast. Dus wat als ik hem lichtblauw maak met die paarse vlammen? Is dat misschien mooi? Primary. Dezelfde kleur even maken. Wat als ik die eigenlijk oranje maak? Oh, zo blauw is die ook wel best wel bruut. Ik maak hem zo eventjes. Ik ga even kijken bij oranje. Jongens, waarom ziet dit er ook... Dit is weer zo'n auto waarop gewoon bijna elke kleur gewoon past. Die oranje ziet er ook eigenlijk nog best wel ziek uit. Ik ga er alleen niet voor, maar het is wel leuk. Even kijken, ik ga alleen wel voor de primary pearlescent ga ik voor groen. Want dan krijg je namelijk echt een hele... een hele... Ik weet niet precies hoe je het wil zeggen, maar een hele gave kleur, zeg maar. Nou, goud gaan we natuurlijk niet maken. Ja, dit ga ik ook niet van kleur aanpassen. Oh, de crew emblem wordt dan ook gewoon over de hele deur verspreid. Even kijken, livery. Ja, dat valt niet op, hè. Het is het net niet helemaal. Ja, dat ik toch voor een ander kleurtje ga. Wacht, dan zet ik gewoon eventjes die paarse vlammetjes erop. En dan ga ik even kijken voor een ander kleurtje. Wat dan als we die oranje maken? Oranje en zwart, jongens. Zo, dit ziet er heel gaaf uit. En als ik dan deze eens even oranje maak. De pearlescent oranje. Even kijken. Ja. Ja, dit. Dit is een heel raar bakkie. Even kijken, we moesten nog iets aanpassen volgens mij. Sowieso de neon kit moet eronder. Die gaan we overigens ook gewoon oranje maken. En we moesten nog iets doen met de lampen. Ik durf alleen even niet meer te zeggen wat precies. Waar is dat? Ja, deze was dat. Hier de voorkant van, ja. Dat weet ik weer. Dat is zo te zien gewoon de kleur die op de weg schijnt. Want als je namelijk heel goed kijkt, dan zie je dat de kap die ervoor zit, zeg maar, van kleur verandert. Even kijken, dan hebben we dus twee. Ik wil ze of naast op. Ja, ik weet niet. Dit vind ik wel heel ziek. Dit sowieso niet. Maar ik vind deze lampen gewoon heel mooi. Ik hou het zo. Waren wij dan klaar? Er zit ook heel veel chrome op deze auto. Dus ik zou je aan willen raden. Gooi er chrome op. Wees niet bang om de chrome op te gooien. Want dat is namelijk echt wel heel erg gaaf bij deze auto. Zoals je ziet, de velgen. Die kun je natuurlijk aanpassen. Maar de... achterlampen, de achterbumper, de spikes als je die erop zet, je achterraampie, je spoiler, spiegels, voorbumper kun je ervan maken, het hele chassis van de auto zelfs. Dus kijk, ja, weet je, ik weet niet meer wat ik zeg. Oké, we zijn eruit. En ik wil eigenlijk even naar de... Ja, de car meet. Kijk, nou is de mussel geworden, zie je? Dus het is wel een stuk logischer, zeg maar. Kijk, er gaan ook alle lampjes aan. Als dit een compact zou blijven, dan zou het veel te overbouwd zijn, want ik... Weet je, compacts zijn natuurlijk gewoon Panto's, Issy Classics, Briosso's. Dat zijn... Compact. En dit is gewoon een dikke Beetle helemaal getuned. Dus als je dit tot de compact gaat behoren, dan past niet helemaal, zeg.
En ik ga hier eigenlijk alleen naar binnen omdat het buiten regent en we kunnen het nog niet heel goed testen. Testtrek. Ja, maakt echt gewoon geen reet uit, doe maar even alleen. Ik vind het echt een hele mooie auto. Wat krijgt hij voor de looks? Een dikke vette 9,8. 1,3 valt mee. Alleen, hou in je achterkoppie dat het een muscle car is. Ik merkte net dat hij in de regen heel snel wegslipte. Op het droge hoop ik dat natuurlijk niet. Maar ik zie wel graag dat hij wielspin heeft. En dat hij wel heel erg overdreven snel wegslipt, oké. Kunnen wij hier niet gewoon niet starten? Kijk. Ik zal een leaderboard bekijken. Ik weet niet wat jullie die kunnen zien. Volgens mij heb ik er ook nog nooit een leaderboard of een race op gedaan. Oh jawel. De Buffalo STX. 1 minuut heb ik er ook toen over gedaan. Oké. We gaan in ieder geval eventjes een time trial starten. En dan gaan we eens even kijken wat dit ding allemaal kan. Zoals ik al zei jongens, voor de looks, dikke vette team. Performance, gaan we kijken. Zo dit, zo jongens. Hij trekt ze op. Jongens, dit is niet meer gezond. Maar dit ding. Hij remt niet. Hij remt echt voor geen ene reet. Maar hij is snel. Hoe zal ik dat wat? Jongens. Dit is echt niet meer gezond. Jongens. Ik denk dat dit de snelst optrekkende musselcar in de game is. Kijk dit dan. Auw. Ja, die personal best kan je sowieso niet meer halen. De power in dit ding is echt niet meer te zuinig. Zo zeg jongens. Dit is echt. Echt een lekkere auto. Hopen zo dat buiten niet meer regent. Maar hij stuurt wel lekker. Hij rijdt super. Buiten dan dat hij redelijk snel wegslipt. Maar hij stuurt ook niet. Dus dat op zich maakt het ook niet heel veel uit. Hij in ieder geval gefinished met een tijd van. Dat kan ik net niet zien. Oké, maakt niet uit. Laten we even gaan kijken hoe het buiten zit. We eigenlijk eventjes door straat heen gaan cruisen. Exit kan niet. Maar performance en uiterlijk zijn echt gewoon echt geweldig. En er is één heel groot nadeel aan de performance en dat is gewoon dat hij wegslipt. Maar ik zou denk ik wel, hij is goed voor in races denk ik. Ik denk dat hij daar echt goed in kan competen. Want kijk, ik stuur nu één klein bochtje door. Ik rem natuurlijk wel, maar. Oh ja.
Wat wel goed is, is dat hij heel zwaar stuurt. Tikkie naar rechts toe is gelijk ook echt een heel klein tikkie. Dus hij stuurt niet zo scherp als de verwachting, zeg maar. Maar hij stuurt ook niet zo slap als de slam. Dus zo, oké. Ik zet een band in de voorkant. Wat is dit, joh? Ha! Oké. Nou, weten we dat ook weer. Jongens, dit ding is echt... Ik weet dat ik heel vaak jongens heb gezegd, maar dat maakt niet uit. Ik wil eigenlijk even kijken wat die wheelie kan. Dan ga ik hier even naar beneden toe. Oeh, dat bedoel ik. Het staat ook even aangepast in een paar updates geleden al, maar is dat die... Weet je, als je lampjes op de voorkant zet, dat die dan ook aangaan, zeg maar. LED strips en zo. Een dikke vet pluspunt daarvoor. Kijk, ja, ik moet eigenlijk gewoon een open plek hebben die best wel groot is, maar waar ook geen treinrails ligt. Dus we rijden even gewoon door. Wat ik nu al kan zeggen... Zo jongen, echt. Is dat we de tire smoke vergeten zijn aan te passen. Maar ook dat we... Ongeveer, ja, wat zal het zijn? Ik denk dat je 1,6 miljoen kwijt bent aan de hele auto die getuned hebben. Dus dat betekent remmen, alle performance überhaupt, nou ook het uiterlijk en de upgrade erop bij. Anders ben je 300k meer kwijt. Je gaat niet meer dat we hier vastzitten. Dankjewel. Dus ja, 2 miljoen max. Waarom komen wij? Ja, dit. Oh, echt, ik moet hier zo. Zit in een metrotunnel, dat is niet helemaal. Weet je wat wij even gaan doen? We gaan even de auto terug brengen naar de agency garage en dan gaan we even naar boven toe. Gaan we daar even kijken wat hier wielen kan. Want ik ben oprecht benieuwd. Ja, ja, oké. Ga jij even lekker naar beneden toe. Ja, is hier geld waard tot nu toe? Ik denk het wel. Het is ook gewoon echt een auto die zo random is, maar toch ook wel weer gewoon zo, ja, sowieso logisch is, zeg maar. Dus, en je kan hem ook fenomenaal tunen. Je kan hem echt geweldig tunen. Als jij er een rustige auto van wil maken, dan maak je er eentje van. Als jij een hele surfauto ervan wil maken, dan maak je er een surfauto van. Dat vind ik zo gaaf dat ze dat doen, hè. We hebben in ieder geval gebeld. En dan gaan wij kijken. Of dat onze auto een wheelie kan. Maar ik denk het eigenlijk niet, maar we gaan het kijken. Zo, oké. Dan als we hem heel rustig doortrekken. Oh, niet heel rustig. Oh, mevrouw! Heeft het ook? Ja, nice, oké. Met verzekering, dus dat is dan sterker. Dit ding is... Er zit zoveel power onder die motorkap. Maar ik trouwens ook laatst achter weggekomen is dat heel veel van jullie de performance soms niet aanpassen. Omdat het een... Met jullie gebruiken zijn maar alleen voor de loops of voor op car meets. Maar weet je... Je hoeft er niet per se een turbo in te zetten, maar je kan ook gewoon een engine of zo aanpassen. Weet je, 30k. Transmission erin, 30k. Dan... Voor de snelheid alleen al ben je gewoon 110k kwijt. Meestal, soms iets minder. Maar dat is natuurlijk gewoon echt een super groot bedrag. En als je daar niet bereid bent om uit te geven, dan pak je of gewoon alleen een turbo, of je gooit de transmission en de engine erin. Goed, laten we nog even kijken wat er allemaal open kan. Kunnen we daar nog even een wheelietje doen? Even kijken. De doors op al. En dan doen wij de die aan.
Kijk. Kunnen we even gaan kijken. Ja, hier zit dus helemaal niks. Alleen het wieletje, wat ik op zich echt wel leuk vind. Vooral als je ook die standaard wielen erop hebt staan. Is natuurlijk gewoon je eigen wiel wat erin zit. Uitlaten. Geweldig. Die, oh. Die, die motor, jongen. Ik moet even deze snijden. Nee, huh? Heb ik in de Spanje met een masker? Oh. Nu zo wel. Ik vind het echt een goede autootje. Er zijn ook heel veel races al gemaakt met deze auto. Dus mocht je deze willen gaan tunen, gaan kopen en gaan tunen, kun je natuurlijk ook gewoon met je vrienden gaan doen. Ja, ik vind het echt een leuk autootje. Het is absoluut je geld waard, naar mijn mening. Alleen het is meer een auto die je hebt voor de leuk. Hij is goed in racen, maar ik denk dat hij meer is voor de leuk, zeg maar. Kijk, kijk dit, jongen. Kijk dit. Hij trekt... Als het niet had geregen, hadden we hem sowieso even getest op het vliegveld. Maar nu slippen we toch wel weg. Het maakt niet heel veel uit. Ik ga wel even dus de video afsluiten. Auto krijgt voor mij een dikke vette 9,8, zoals ik net al zei. Dus ja. Dat was mijn verhaal. En jullie kunnen natuurlijk zelf gewoon gaan bepalen of je het nog gaat kopen of niet. Mijn mening is super positief. Maar wat jullie ervan vinden is natuurlijk gewoon een... Ja, laat het even weten in de comments wat jullie van mijn auto vinden, hoe ik hem getuned heb. En wat je sowieso van de auto vindt. Maar ik ga daarbij wel deze video afsluiten. Dus vond je deze video een leuke truc als op dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren mensen op mijn kanaal. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Hallo.